Hallo beste kijkers en welkom bij aflevering 18 van Karon Park. Het park waar we proberen om aan de hand van Planet Coaster de geschiedenis van Nederland uit te beelden in combinatie met Karon van Nederland, vandaar dat het ook Karon Park heet. In de halve aflevering heb ik een beetje gewerkt aan de vorige attractie, de Statenbijbel. Je ziet dat de wachtrij is veranderd. Er zijn winkeltjes bijgekomen. De weg is aangepast. Dus mooi. En deze moet hier. Juist. Ja, daar zit mijn opnameschermpje. En die zat een beetje in de weg, ja. Kan gebeuren. Nou, hier zit de VOC, grootste attractie tot nu toe. Maar we gaan het nu hebben over het 18e. Het 18e deel. De 18e attractie. En de 18e attractie gaat over Rembrandt. Iedereen kent hem als Rembrandt. Zowel Rembrandt van Rijn. We mogen ook gewoon Rembrandt zeggen, we kennen hem. Ik ben vorig jaar nog, was het vorig jaar of 2 jaar geleden? Volgens mij vorig jaar. Vorig jaar ben ik nog naar de, dan moet je drinken. Vorig jaar ben ik nog naar het Rijksmuseum geweest. En ja, het topstuk natuurlijk daar is, of was het 2 jaar geleden of zo, ja. Het 2 jaar geleden. Het topstuk was, is natuurlijk. De nachtwacht die wordt momenteel gerestaureerd. Oftewel het schutterij van Johannes Bangkok. Volgens mij heet het officieel zo. Nou, het is natuurlijk een prachtig schilderij. Een van de mooiste foto's vind ik. Toen Obama op bezoek kwam in Nederland. Dat hij daar door de hal liep en dat voor de gelegenheid de akte van verlatingen dat er naartoe was gebracht. Zodat de president van Amerika een blik kon werpen op onze eigen Declaration of Independence. Nou, financieel gezien gaat het over de moon, bijna een half miljoen dollartjes. Boek eigenlijk geen verlies. Parkmanagement boekt als één verlies. Maar ja, daarvoor is dat parkmanagement heeft geen enkel onderdeel om winst op te maken natuurlijk. Shops en facilities. Het gaat eigenlijk voor de wind. En wat we dan dus nu gaan doen is naar Rembrandt van Rijn. Ik ga er richting de speedbeeld. Jullie gaan uiteraard met me mee, want jullie kijken dit filmpje of luisteren ernaar. Dan zou ik zeggen, luister liever naar de halve aflevering, daar zeg ik meer. Niet dat dat veel van belang is. Terwijl ik even. Ja, oké. Okay. Die daar. Zo. Het is avond hoor, ik moet gapen. Goedemorgen, avond. Nou, hij kijkt er allemaal uit leuk. Sloeber. Nee, dan gaan we naar de speedbuild. Ik zie jullie zo voor een paar minuten weer terug. Ik weet eigenlijk nog niet eens welke attractie we gaan bouwen. Ik heb wel een. Wat is Monte Leone? Ziet eruit als een rups. Dat is toch handig, dat is toch. We gaan kijken. Ik verklap nog niks, want ik heb niks te verklappen. Hugo de Groot is niet meer nieuw, jongen. Ik zal tegen hem zeggen: Hugo, je bent niet meer nieuw. Is dat wel een redelijke rij? Ja, voor zo'n compaan ook. Nee, ik raak afgeleid. Ik ga richting Designpark. Houdoe.
in de 17e eeuw, de eeuw van 1600 tot 1700, was Nederland een van de machtigste landen ter wereld. Dat uitte zich, behalve in talloze oorlogen met rivalen, ook door de rijkdom die binnen kon stromen, maar ook door kunst. Nederlandse schilders waren vermaard en maakten talloze schilderijen over allerhande onderwerpen. Elke schilder had een eigen stijl en manier van werken. Door de handel op overzeese gebieden en stapelhandel in Nederland ontstond er een zeer rijke bovenlaag die zich graag omringde met luxe. En een van die luxe dingen waren schilderijen van henzelf of van hun familie. Fototoestellen bestonden nog niet, dus moest men voor een schilderij gaan. En sommige schilders waren meester in hun vak en worden nog door heel de wereld in musea tentoongesteld. Een van de bekendste schilders is Rembrandt van Rijn. Hij groeide op in Leiden, maar verhuisde naar Amsterdam met de droom schilder te worden. Hij schilderde religieuze voorstellingen, portretten, soms van zichzelf, en schetsen uit het dagelijks leven. Maar hij is ook verantwoordelijk voor het pronkstuk van de Nederlandse kunst, de Nachtwacht. Rembrandt speelde graag met kleuren en licht en donker. Dat is goed te zien in het grote schilderij dat nu in het Rijksmuseum hangt en nog altijd tot de verbeelding spreekt. In plaats van een normaal portret lijkt het uit het leven gegrepen. Een groep gewapende mannen die zich opmaakt om op patrouille te gaan, met in het midden de kapitein van de schutterij, Frans Bangenkok en luitenant Willem van Ruitenburg. Het schilderij heet dan ook eigenlijk De Compagnie van kapitein Frans Bangenkok en luitenant Willem van Ruitenburg maakt zich gereed om uit te marcheren. Er zijn verschillende theorieën waarom het schilderij De Nachtwacht wordt genoemd, al lijkt het meest waarschijnlijk dat het tafereel in een nachtelijke omgeving lijkt te zijn. Er zijn uiteraard nog meer werken van Rembrandt die worden geroemd en internationaal worden verzameld. Een aantal jaren terug was er nog een rel toen het Rijksmuseum samen met het Franse Museum het Louvre twee schilderijen aankochten. Deze schilderijen, die liefkozend Martin en Opie worden genoemd, zijn van een man en een vrouw die zich voor een huwelijk hebben laten portretteren door Rembrandt. De angst bestond dat de stukken zouden worden opgedeeld en dat Martin en Opie gescheiden zouden worden opgehangen. Uiteindelijk is er een regeling getroffen die stelt dat zowel het Louvre als het Rijksmuseum de werken tentoon zullen stellen en dat beide werken elke paar jaar verhuizen van museum. Voor Martin en Opium werd maar liefst 160 miljoen euro neergeteld. Nu een duizelingwekkend bedrag. En dat zou het zeer zeker zijn geweest voor Rembrandt zelf. Hij overleed in 1669 op 63-jarige leeftijd in armoede. Rembrandt is weer een overdrachtelijke tegel in de kanon. Rembrandt voert enkel als bekendste schilder de lijst aan. Hij staat dus eigenlijk symbool voor alle kunst die in Nederland is geproduceerd in de jaren 1600. En dus eigenlijk ook symbool voor alle schilders. Bovendien is zijn verhaal een schoolvoorbeeld van een schilder die pas na zijn dood succes krijgt. Hoewel
Rembrandt was succesvol tijdens zijn leven, maar van geld had hij nooit er kaas gegeten. Hij stierf daarom arm, maar heeft zeer zeker een goed leven gekend. Maar dan nog, wat voor attractie hoort daarbij? Weer een dark ride? Nee, er zijn al te veel dark rides en er moeten er nog meer komen. Bovendien is het een smalle lijn die ik moet bewandelen. We zitten nu op 18 tegels en er komen er dus nog 32 aan. En we mogen de computer natuurlijk ook niet overbelasten. Schilderingen maken ook geen goede achtbaan. Ik heb daarom gekozen voor de attractie genaamd Centrum. Niet omdat die iets met schilderen te maken heeft, maar juist omdat die niets met schilderen te maken heeft. Het heeft voor mij veel weg van een mixer, een verfmenger. Daarom heb ik gekozen voor deze attractie, alsof de bezoeker de persoon is die wordt gemengd. Net als verf. Om de boel compleet te maken heb ik een soort achtertuin gemaakt. Een werkplaatstuin waar vooral een rommeltje is. Om het alsnog wat schilderachtigs mee te geven, heb ik gespeeld met lichten in verschillende kleuren. Dus ben je op zoek naar verf? Dat ga je hier niet vinden, want jij bent de verf.
Hallo en welkom terug van de Speedbuild. Ja, ik zat weer tijd te rekken. Zoals ik al een keer eerder heb gezegd, elke attractie lijkt op programma, elke attractie is ook zijn eigen microcosmos. En ik moet natuurlijk wel een bepaalde... Oh, accent has broken down. Accent. That's very good English, mate. Elke attractie is ook zijn eigen microcosmos, heb ik ook een keer eerder gezegd. Dus ja, Rembrandt. De game geeft niet zo heel erg veel vrij voor Rembrandt. Nu heb ik serieus overwogen om her en der schermen te plaatsen. Met daarop de nachtwacht, weet je wel. Maar dat vond ik een beetje te simpel. Ja, slechter dan deze attractie, dan Karel de Grote kan die gewoon niet. Maar laat me daar aan ophangen. Laat ik zeggen, dat is de nullijn. Erger dan dat kan niet. Is dat zo? Nou, natuurlijk kan het altijd wel erger. Ik kan gewoon ergens neer... ik kan natuurlijk ook gewoon een attractie neergooien. Maar we hebben Rembrandt. Hier is tussen staan. Ja, voor mij is avond, hè? Ja, Rembrandt lijkt inderdaad toegegeven heel veel oor hierop. Hij is alleen een stukje kleiner door. Hij is ongeveer even groot als deze. Maar we hebben niet onmetelijk veel ruimte. We hebben heel veel ruimte, daar niet van. Hier praten mij en mij gaat veel ruimte. Hier hebben we nog meer ruimte. We hebben nog zat groeikansen. Maar we zitten nog niet eens op de helft. En ja, dat. Zoals ik zei, we zitten nog niet eens op de helft. En ik krijg net. Niet zoals ik hem hebben wil. Ik krijg het niet zoals ik hebben wil. Dat is laag. Dat is perfect. Ietsjes deze kant op. Nou, ik heb... ik weet niet wat ik gezegd heb... tijdens de speedbeeld, want dat neem ik altijd later op. Daar is mijn stem daar ook heel erg anders. Maar ik heb het gebaseerd op, Ik ga ervan uit dat, dat is een beetje uitzag de werkplaats. Ik wil dat een grachtpandje of in ieder geval wat luxe woning daarachter. Waar je tegenwoordig fietsen zou repareren, zeg maar. Dus vandaar, en dan zullen we even kijken, cobblestones. Ja, nou die wel, geen probleem. Klein even de Engels snap. Nee, dit is allemaal nog niet. Nee, dit helpt zeg. Jemig. Ja, ze gaat een stuk beter. Nou. Oh, ik kan meteen openen. Huppakee, dat noemen we dat toch. Hoe staat het met de rij? De rij is 63% gecompleteerd. Wat moeten we doen om de rij beter te maken? Ja, je komt door de achterdeur naar binnen. Dus een paar containers. Dirt. Wat betreft als dirt? We hebben falling dirt. Dat lijkt me niet de bedoeling. Ik moet er iets mee.
onweerplanten. Nog meer planten erbij te zetten. De rozenstruik. Op roze, roze vallen tranen. Ja, er zitten hier zo lampjes neer. Props. Blijden bij de light. Ja, ik heb dus gekozen voor deze werkplaats en zoals gezegd. Dus, het lijkt hier op andere attracties, maar zoals elke attractie zie ik niet welke licht moet hebben. Juist die ook hebben. Is het zijn eigen microcosmos. En dat geeft niet. Dat is ook de bedoeling. De reis is 6%. We hebben niet nog meer. En hebben we nog meer. Yo, pure doodskisten erbij. Neem dit op Halloween. We plakken doodskistjes aan de muur. Rembrandt, wat heb je zo van de muur? Doodskisten. Drakenpoep. Nee. Ik weet niet precies waar ik naar op zoek ben. Een paar uur slaap. Rope coil. En dan doen we zo. Zo. Vind ik wel goed. Ja, zo. Een leeg huis voor het gevoel. Nee. Oh ja. Ik moet de barrels. En misschien een shipping crate. Ik bedoel, hij kan net verhuisd zijn. En wat kunnen we nog meer doen? Hebben we meer? Ja, is zoals een wanted poster. Dat laten we gaan om daar op te hangen namelijk. I want it. Niet hier. Ik ga ervan uit dat we nu aan de 85% zitten. Nee. Is dat een wanted poster? Dat is niet gek. Ja, hoewel. Degene zegt dat ik. Zie wel. Ja, het brengt ons wel naar de 86%, hè. Hoe duur is deze attractie? 55? Ja, laten we hem zo. Hier is nog meer nodig. Bankjes erbij. Nog meer bankjes. De beams looks massive. Ja, oké, het is geen korte rij. Als je aan de wacht rijdt, de wacht staat weer van 10 minuten. Zou ik verdoen hoor. Want het is de wachttijd van bijvoorbeeld. VOC. Ja, daarvan is wacht ik beter, maar die is nog harder. Oh, die is maar 3 minuten. 2 minuten. Zo wacht daar rij van dit. 7 minuten. Ja, dan is 10 minuten aangenomen redelijk veel.
Maar deze is erger. Hier weer ze ook allemaal niet. 23 minuten staan ze te wachten om hierin te mogen. Van mij mogen ze het, maar het maakt niet uit. Maar ik zou inderdaad zo zeggen dan eerder die van 10 minuten. Maar we zitten hier nog altijd met een unfinished rij. Unfinished queue. Goedemorgen, dank u wel. Weet je wat? We voegen een cause I don't. Ik ben een redelijke sing-song humeur vanavond. Ik weet niet waarom. Ik weet echt niet waarom. Aan de andere kant is Halloween. Ik mag enge geluiden maken. Nu leeft Halloween niet zo in Nederland. We hebben natuurlijk, als het gaat over trick-or-treats, feestjes, hebben we Sint Maarten. Maar ook dat levert maar op een paar bepaalde plekken. Nu gaat Halloween natuurlijk wel steeds meer leven in Nederland. Maar hier zo alleen niet. Ik leef in een van de meest christelijke gemeentes van Nederland. En Halloween wordt hier zo gewoon actief verboden. Als in het mag gewoon echt niet 100%. Huppakee. Maar dat is een verhaal voor een ander moment. En wellicht dat ik er in de halve aflevering. Dat ik het er in de halve aflevering over ga hebben. Ja, dat is in de halve aflevering. Ik wil die eigenlijk vanavond opnemen, maar het is 10 over 10 inmiddels. En als ik nu al zo moet gapen, dan gaat het er niet beter op worden, helaas. Dus dan ga ik afsluiten. En met de boodschap dat Willy Brood aan het verouderen is. Het is wacht 9 minuten. Ja, dat er 9 minuten is en dat Willy Brood aan het verouderen is. Gaan we er maar een eind aan breien. Dat komt voort met clichés. Waren clichés nog weer? Oh ja, like en subscribe! Jongens, ik doe dit voor mij. Als jullie het leuk vinden, geef dan een duimpje. Maakt niet uit welke richting op. Als jullie het leuk vinden, een clip wordt in de warm of koud van. Dit was alweer de 18e aflevering. We gaan zo meteen door naar de 19e aflevering. De volgende aflevering is de Atlas van Major Blauw. De Atlas Major van Blauw. Geen idee, maar die is een. Daar komt eerst nog een halve aflevering bij. Voort, dus ja, ik ga hier zo afgescheid van jullie nemen. Graag tot volgende week en houdoe. Doei.